Ja, dit moet fantastisch zijn. Hè? Ja, sowieso. Ik zeg het, we trekken het verhaal een beetje door van vorig jaar, Europees. Het is ongelooflijk. Niet alleen omdat je Tottenham uitschakelt, ook het stadion, alle supporters die erbij waren. Dat maakt het allemaal af. Het is prachtig. Je hebt wel veel naar achter moeten lopen, hè, vandaag. Ja, ik heb dat nog niet veel meegemaakt, denk ik. En dan mocht je niet vergeten dat het tegen 10 man was. Ik heb niet veel ballen diep kunnen vragen vandaag. Maar dan neem ik erbij. Het was gewoon werken voor elkaar. Het was zeker niet ons beste voetbal. Belangen niet. Maar ja, dat maakt het misschien nog mooier dat we het op die manier kunnen winnen. Ja, want de 3-1 leek een stuk dichter dan die 2-2. Ja, sowieso. Ik denk dat ze een paar kantjes hebben gehad. En, dat is even stressen, maar het is mooi dat we dan toch direct terug die focus konden leggen als zij een kansje kregen. En als je ziet dat dat het erbij dan weer zijn gootje kan meepikken, dat lucht echt op. Chapeau ook aan de invallers. En ja, het publiek natuurlijk, die tot op het einde hebben. Hoe was dat daar voor die massa? Want het was wel een massa, de rest van Wembley was leeg, om daarvoor te vieren. Ja, het is wat ik zei, het was precies of ze met 20.000 man daar waren. Het was ongelooflijk. Dat die allemaal naar hier... En dat we hun dan toch de kwalificatie kunnen schenken, dat maakt het wel mooier. Ik ben blij dat we hun toch ook iets hebben kunnen geven. Wat mag het zijn voor de volgende ronde? Ik heb het gezegd... Het maakt me eigenlijk niet uit. Ik zou liever eerst play-off 1 halen, want dat is nog ietsje belangrijker. Het mag van mij een kutploeg zijn tot en met als we maar play-off 1 halen.